Goedemorgen. Nou jongens, het is eindelijk zover. 21 juni 2019. De dag van de bruiloft is aangebroken. Het is nu op dit moment 5 voor 6. Ik ben gedoucht en dit is mijn ochtendoutfit. Ik ga me natuurlijk pas in mijn jurk hijsen als mijn haar, mijn make-up en dat soort dingen allemaal gedaan zijn. Ik heb om 6:30 bij mijn ouders afgesproken, dus ik heb nog eventjes. Dan gaan we even ontbijten met z'n allen, met degenen die er zijn. Even horen hoe Laura geslapen heeft. En dan... Ik begrijp het niet. Nou, je hoeft het ook niet te begrijpen, bemoei je er niet mee. Dus. En dan worden nu, zeg maar, en dan gaan jullie nu een aantal sfeerbeelden zien van... Ja, ik denk tot en met dat we op de feestlocatie zijn. Er wordt wel heel veel gefilmd, maar weinig gesproken, denk ik. Dus ik denk dat ik er gewoon mooie muziek onder zet. En nou ja, hoe het geworden is, gaan jullie nu zien. Ik ga me nog even verder klaarmaken en dan kunnen we aan de dag beginnen. Gaat af. Vandaag is de dag dat Bert haar weggeven mag. Hij denkt even terug aan die kleine meid die hij in bescherming nam. De tijd vloog. Hij vloog altijd mee, deze vlucht maakt zij alleen. Zie je haar daar al staan, zij heeft de mooiste jurk aan. Heel volmondig zegt ze ja, zij is niet meer van hem. De wekker loopt af, vandaag is de dag dat zij ja zeggen mag. Ze denkt even terug aan dat ene moment waarop ze wist, met Roy ga ik mee. Zie staan. Zij heeft de mooiste jurk aan. Heel volmondig zegt ze ja. Zij is voor altijd van Roy. Voor altijd van tot uw wettige echtgenote Laura Postma en zult gij getrouw alle plichten vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Dat was een vlot, hè? Ja. Was het duidelijk? Was het duidelijk? Ja? Ja? Iedereen? Ja? Dan is het mij een groot plezier dat ik als ambtenaar van de burgerlijke stand mag verklaren dat Roy van der Sier en Laura Postma in naam der wet in de echt aan elkaar zijn verbonden.
Kiss the Bride Man. Volmondig zegt ze ja, zij is voor altijd van rood.